Hey, leuk dat je kijkt. Doe ons nog even mee met de prijsvraag. Hij loopt nog maar een paar dagen. Kun je de game winnen en een super kek lampje. Ja, oh, en de prijsvraag wordt ook gepresenteerd door zo'n... ik weet niet, ik herken hem niet, maar hij is volgens mij nieuw bij Gamers. Ik vind hem super handsome. Ja. Ik zou hem doen. Goed doen, 10 uit 10. Als... Ah, weet je het nog? Ja, weet ik weet nog? Ik moest... Komt de flashback? Ik schrok weer. Knip de flashback er maar weer in. In tijden niet zo geschrokken. Dat was voor Resident Evil 2. Ja. Ik vond het een leuk spelletje. Ik was aan het spelen, maar ik werd continu lastiggevallen door allemaal dingen eromheen. Super kut. Het was echt heel kut, dus ik zat echt heel lekker in het spel. Dat snap ik. Ja. Maar dat is in het echt niet zoals je het spel speelt. Nee? Nee. Oh shit, dan moet ik dat misschien een keer proberen. Kun je in alle rust griezelen? Ja, dat zou ik graag willen doen, want volgens mij is het een remake van je welste. Resident Evil 2, die ze ook weer gewoon Resident Evil 2 noemen, alsof er niks achter hoeft te staan. Nee, hoeft ook niet. Nee. Ja, man. Het was mijn Game of the Show van de E3 vorig jaar. Dat is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van Peter. Dat ik een remake in Game of the Show heb gemaakt. En dat was omdat ik aandacht de game niet had zien aankomen. Ik wist niet eens dat die kwam. Gamejournalist, super goed ingelezen. En de tweede was dat omdat... Jemige, deze game is echt van de ground-up opnieuw gebouwd. Ja. Het is gewoon echt gewoon... Tering mooi. Ja, noemen we het dan een remake of een remaster? Daar zijn de meningen altijd een beetje over verdeeld. I don't know. Het is gewoon Resident Evil 2 zoals jij dacht dat je het vroeger speelde, maar dan nu. Daadwerkelijk goed. Ja. Oké, dus het is inderdaad gewoon in de storyline en hoe het speelt is het dus Resident Evil 2. Maar er zijn een aantal fundamentele veranderingen toegepast. Dus allereerst is gewoon die game sowieso veel mooier gemaakt. Maar ook gameplay technisch is het toch heel anders. Met de camera angles. Oh, dat je nu vrij kan bewegen. Dat je nu daadwerkelijk een third-person camera hebt in plaats van dat die ergens in de hoek hangt. Dat je denkt van, hoe moet ik mezelf nou weer besturen? Nee, dat klopt. Ze hebben hetzelfde gedaan als met Metal Gear Solid Snake Eater hebben gedaan, de remake op de GameCube. Dat ze in plaats van vaste camera standpunten van boven, dat je nu de camera vrij kan draaien zoals elke third-person shooter. En dat maakt de game natuurlijk ook wel iets makkelijker, iets toegankelijker voor mensen. Al zitten we nu ook wel een soort van in een tijd, in een era waar games ook wat makkelijker zijn. Mensen spelen meer games, mensen hebben minder tijd. Dus ik vind het ook wel fijn op deze manier. Ja. En het is heerlijk hoor, hoe Leon zeg maar, met zijn gun zo aan het richten is. Het voelt zo legitiem. Je bent zo'n agent. Ik vind het vooral een van de ruigste dingen die mij opviel in dat uurtje dat ik hem heb gespeeld. Is echt, what the heck, hoe die kogels impact maken op het hoofd van een zombie. Tenminste, je moet ze daar ook echt raken, want dat is de regel. You gotta hit him in the head. Maar dan ook is het gewoon dit, als je hem in zijn wang schiet of zo, dan vliegt die wang eraf. Maar dan heeft die zombie nog steeds iets van, ja, telt misschien wel als een headshot. Maar ik heb nog een brein, dus we gaan gewoon door. En soms schiet je het hele hoofd er ook af en weet je ook helemaal niet hoe dat komt. Tenminste, tenzij je een shotgun hebt, dan lukt dat altijd. Maar met een gewone gun kan dat ook. En het is een hele langzame actie, hè? De zombie games van vroeger. De pre-Left 4 Dead, die toen opeens de regels van zombies ging veranderen. Toen konden ze ineens rennen. Er was heel veel controverse over in de tijd, maar dit was daarvoor nog. Zombies zijn langzaam. En dat is ook de angst van de game, hè? Want ze liggen daar, of is die wel dood of staat die op? Ze komen uit de ramen, ze komen uit het plafond. Spoiler alert, ze staan altijd op en ze komen altijd uit het plafond. Je bent nergens veilig. En die langzame gameplay is wat deze game ontzettend leuk maakt. Maar ik ben nog ergens achtergekomen waarom dit spel zo vet is. Je hebt in Resident Evil, en dat had je in deel 1 ook. Ik heb nog nooit een origineel gespeeld. Ik heb de remake van 1 gespeeld. Ik heb 4 gespeeld op de GameCube. Dat is mijn liefde voor Resident Evil. Verder heb ik nooit wat gespeeld. Maar Resident Evil 2 en 1 hebben zo'n... Ze hebben net genoeg dingen die je moet onthouden in je achterhoofd. Van, oh daar, ik kan hier nu niet in. Maar ik weet het als ik straks een bepaalde sleutel pak. Of als ik straks een bepaalde hendel vind. Of als ik straks een bepaalde code vind. Dan moet ik daar weer heen. Want daar zit een shotgun achter dat die raam. Het is een beetje het mist idee. Weet je wel, van de oude point-and-clickers. Ja, maar ja, dat is waar. Ja. Maar bij mist moest je 180.000 dingen onthouden. En echt bij precies. En bij Resident Evil 2 zijn het altijd 4 of 5 dingetjes die je wel altijd onthoudt. En je bent altijd super blij als je weer ergens bent. En je denkt, oh je fuck! Wat daar was die deur? Dan ga je weer naar je kaart. Wat de fuck was die deur? Kaart is super overzichtelijk ook. Je ziet precies waar je dingen moet doen. Dus dat wordt ook niet heel erg moeilijk zoeken. Wel veel backtracking dus. Maar dat is helemaal niet erg. Want zombies komen ook weer tot leven. Of tenminste, tot ondood. En dit is, als je het doet voor de adrenaline, en daar doe je het voor in deze game, denk ik dat ook als je terug moet lopen, dat het net zo spannend is als je de eerste keer door die gang moest lopen. Ja, dat is een beetje het hele punt, toch? En dat is super rewarding. Weet je, tegenwoordig als je bijna elk spel wat je speelt, vaak open world, heb je een lijst met 50 dingen die je moet doen. En dat is prima, ik snap het, dat maakt games langer, ik snap het. Maar het is ook wel even lekker dat je nu gewoon constant 5 dingetjes in je achterhoofd en denk je, oh, ik zie nu weer dit. Een sleutel met een
met een schoppen logo erop. Oh ja, die moet ik wat mee doen. Die moet ik waarschijnlijk naar de Poker Lounge brengen. Ja, waarschijnlijk. Ja, nee, echt heel maar fijn. Jij hebt het over open wereld, dat je dan meer gameplay hebt. Dit is wel zo natuurlijk dat deze game, die doorloop je ook niet één keer. Die kun je natuurlijk ook meerdere keren doorlopen. Want ik geloof dat het natuurlijk, je hebt natuurlijk twee verschillende verhaallijnen met twee verschillende personages. Ook niet gewoon identiek dan. Het is niet dat ze alleen maar een andere skin eroverheen gooien. Je hebt hetzelfde verhaal. Klopt. En sterker nog, als je hem dan een aantal keren opnieuw uitspeelt, dan krijg je ook weer allemaal bonussen. Net zoals vroeger in de games. Ja. Als je gewoon genoeg tijd erin steekt, dan geeft het spel uiteindelijk vanzelf terug. Ja, absoluut. En er was een nieuwtje vandaag op gamersnet.nl of ze bezig waren met een Resident Evil 3 remake. Ik heb de eerste verkoopcijfers zijn binnengekomen uit onder andere Groot-Brittannië. Deze game doet het ongelooflijk goed. Er gaat dus sowieso een remake komen van deel 3. Ja, en daarna natuurlijk van deel 4. Yeah! Deel 4 was ook dope. En dan, dat was fucking dope. Cue over 3 jaar, dan hebben we een remake van Resident Evil 7. Ja, in VR misschien wel. Nee, ik ben ongelooflijk blij met Resident Evil 2. En ik heb te weinig tijd om het te spelen. Ik moet er nog steeds helemaal doorheen, maar ik word er wel heel blij van. Dat is mooi. Wil je het weten van iemand die de game daadwerkelijk meerdere malen doorgespeeld heeft omdat hij geen leven heeft? Onze Sander! Ik wist direct waar over wie het had. Ja, echt. Ja. Hey, nee, onze Sander heeft een geschreven review gedaan. Dus als je echt alles wil weten over hoe het is als je die game 5, 6, 7 keer doorloopt, dan moet je even naar gamersnet.nl voor zijn geschreven artikel over hoe Resident Evil 2 is. Maar volgens Peter, volgens mij al de beste remake in jaren, toch? Ja, nou ja, ik heb The Last Guardian niet gespeeld, hoor ik had veel over. Maar dit is ook echt fantastisch. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, dankjewel. Sorry, ik zei The Last Guardian. The Last Guardian was die nog lelijkere game dan de remake van Shadow of the Colossus, toch? Ja, ja, precies. En de ene is nog 3 keer zo lang. Ja, precies. Oh, ja. Nice. Ja, top. Hey, trouwens, moeten we niet even aan het begin van de video zeggen... Hey, leuk dat je kijkt. Doe ons nog even mee met de prijsvraag. Hij loopt nog maar een paar dagen. Kun je de game winnen en een super kek lampje. Ja, oh, en de prijsvraag wordt ook gepresenteerd door zo'n... ik weet niet, ik herken hem niet, maar hij is volgens mij nieuw bij Gamers. Ik vind hem super handsome. Ja. Ik zou hem doen. Goed doe, 10 uit 10. En moeten mensen ook nog even op wijzen dat jij aangevallen bent. Ja, daar hebben we wel naar gelezen. Maar dat is staat allemaal in de beschrijving, jongens. Ja. Kijk dit even. Tom, klik de door. Stuipen op het lijf. Tom gaat dood. Doodsbang. Bang. Gaat fout. Oké, nou hebben we genoeg doorverwijzen. Ja, dan klikken ze wel door. Klikken ze denk ik, hoop ik. The whole place is coming down. Hand over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! Trust me.